De woning van president Chandrika Prasad Santokhi is niet in gevaar. Dit zegt directeur Alvin Roosveld van de Communicatiedienst Suriname, CDS. Volgens de regeringswoordvoerder is het tuig, dat bekend staat als een citygong, in de buurt van de residentie van het staatshoofd gevonden. In een bericht op sociale media wordt aangegeven dat de citygong voor het huis van de president was geplaatst. Dat bericht klopt niet. Moet ik aangeven dat het niet bij de residentie van de president was, nog in de directe omgeving. Het was wel een straat verder. Hetgeen is aangetroffen. Er is aangifte gedaan bij de politie en de justitiële autoriteiten zijn nu bezig met het onderzoek om vast te stellen wie de mogelijke daders zijn.